Hou je nou van nachos met guacamole? Dan moet je zeker blijven kijken, want ik maak er een hele grappige variant op. Ik maak avocado soep met nachos. Nou, dit is wel een hoeveelheid olé-ingrediënten. Echt Mexicaans, zoals je kan zien. Het wordt een romig soepje met een heleboel avocado's. Ik ga gewoon een hele simpele bouillon maken met groentebouillonblokjes. Nou, zoals bij veel Mexicaanse gerechten is het toch wel heel lekker om een limoentje te gebruiken. En die ga ik samen met zure room mengen tot een lekkere dressing. Dan heb ik hier mooie suikermais. Die ga ik grillen in de pan. Qua groente heb ik ook nog 3 paprika's. En de nachos, ja, die gaan we maken met volkoren tortilla's. En een zakje Tex-Mex geraspte kaas. Goed, dit is gewone suikermais. Dit is natuurlijk niet die gevacumeerde voorgekookte. Dus die ga ik grillen in de pan. Maar dan moet je eerst de schutbladeren ervan afhalen. Die trek je er gewoon vanaf. En deze is natuurlijk nog rauw. Dus die heeft ook vaak net even wat langer nodig. Denk aan een minuutje of 20 ongeveer. Ook als je ze thuis op de barbecue wilt gooien. Dan moet je ze dus altijd even goed insmeren met olie. En dan vervolgens 20 minuutjes ongeveer grillen. En goed die draden eruit trekken. Dat is niet zo smaakvol als je dat laat zitten. Het is altijd net eventjes iets meer werk. Maar het is wel echt lekkerder dan die gevacumeerde voorgekookt hoor. Die zijn al zoveel smaak verloren. Voordeel is natuurlijk dat het snel is. Maar kies wat mij betreft lekker voor verse suikermais. Deze smeer ik in met olie. Goede neutrale olie, want het gaat natuurlijk wel even op hoog vuur in de grillpan. Kwastje erbij en dan insmeren. Yes. En dan gaan ze zo in de grillpan. En dan moet je ze natuurlijk af en toe even keren. Maar je kunt ze gewoon rustig laten liggen. Je hoeft er niet de hele tijd bovenop te zitten. Dan ga ik verder met nachos. Super lekker, toch? Wie houdt er nou niet van nachos? En lekker om ze zelf te maken. En je kunt natuurlijk ook prima gewoon volkoren tortilla's gebruiken. Uiteindelijk zitten daar toch weer net even wat meer vezels in. En qua smaak doet het er niet aan af, vind ik. En wat makkelijk is om ze gewoon met een schaar te knippen. Gewoon even een paar tegelijk te pakken. En die knip ik dan ongeveer in 8 punten. Het grappige is, nachos zoals wij ze kennen, is natuurlijk het chipje uit de zak. Maar als je dat in Mexico vraagt, dan kijken ze je echt heel raar aan. Want nacho is daar eigenlijk een afkorting van naam Ignacio. Dat is gewoon zoals wij Cornelis Kees noemen, zeg maar. Dus het is iets wat ze in de Tex-Mex keuken bedacht hebben, oftewel in Amerika. En daar krijg je ze dan natuurlijk met allerlei lekkere toppings. Die loaded nachos, weet je wel. Met kaas en guacamole en jalapeno's. En dan lekker in de oven gegratineerd. Heerlijk natuurlijk. Nou, zo kun je een net eventjes ietsjes gezondere variant maken. Dan gaan ze in de grote kom. En je kunt ze heel simpel houden. Het enige wat je dan hoeft te doen is gewoon ongeveer 2 eetlepels zonnebloemolie eroverheen te doen. Even goed omscheppen natuurlijk. Dat die olie echt er overal omheen gaat zitten. Maar het is natuurlijk ook lekker om ze ook nog een beetje smaak te geven. Daar kan je van alles voor gebruiken. Ik heb hier Cajun kruiden. Dat is natuurlijk gewoon een specerijen mengsel. Maar je kunt ook wat paprika poeder doen, gerookt paprika poeder. Een klein beetje komijn is natuurlijk ook lekker. Eigenlijk kun je daar gewoon doen wat je wil. Een beetje knoflookpoeder zou ook lekker zijn. Dat schep je even goed om. En doordat er een laagje olie omheen zit, plakt die Cajun kruiden natuurlijk goed aan die tortilla's. Deze schep ik op een bakplaat. Dan heb ik de oven voorverwarmd op 200 graden.
En dan verdeel je ze wel. Het is niet erg als ze een klein beetje over elkaar heen liggen, want halverwege moet je ze toch een keer omscheppen. En dan gaan ze 5 tot 8 minuten de oven in. En dus niet vergeten om te scheppen. Dan even kijken bij de maïskolven. Even een keertje omscheppen of omkeren. Kijk, ze beginnen al langzaam een beetje te grillen. Maar zo hard gaat het dus niet. Dus het gaat allemaal prima als je ze maar om de paar minuten even een keertje keert. Bij die Mexicaanse gerechten hoort toch altijd ook een beetje een fris sausje. En dat wordt natuurlijk vaak met crème fraîche of met zure room gedaan. Dat doe ik vandaag dus ook. Die schep ik in een kom. Lekker op smaak met een beetje limoen. Deze is al schoon geboend. Ik gebruik alleen maar de rasp. De sap gaan we straks ergens anders voor gebruiken. En die limoenrasp, dat is natuurlijk ook echt super lekker. Het smaakt toch echt wel weer anders dan citroen. Het heeft een iets frissere smaak, vind ik. Ook iets intenser. En qua kleur vind ik het ook altijd wel leuk, die groene spikkeltjes. Heel klein scheutje water erbij om ietsjes dunner te maken. Nou, kleine 100 milliliter, meer moet het echt niet zijn. Gewoon een paar eetlepels. Wat je wil is eigenlijk dat het een soort yoghurtdikte wordt. Goed doorroeren. Maïskolven kun je natuurlijk in de pan grillen, maar ook heerlijk op de barbecue. En ook deze week heb ik weer een hele leuke tip voor je hoe je lekkere dingen kunt barbecuen. Bij niemand minder dan mijn eigen cameraman. Daar staat hij hoor. Ik heb er heel veel zin in, ik kan niet wachten. Het is wel een spierballenklusje dit hoor. Zal ik het even overnemen dan? Ja. Wat barbecuen we vandaag? Ik ben onderweg naar Rutger. En Rutger heeft een huisje eindelijk met een klein tuintje waar hij lekker kan barbecuen. En we gaan het vandaag hebben over sausjes. Hey, hallo. Wow, het is gewoon een stijger. Ja, lekker aan het water. Oh, wat leuk. Hey, en de barbecue staat al aan, zie ik. Het zit al lekker warm te worden. Ik ben hier voor de sausjes natuurlijk. Ja. Wat is nou jouw ultieme sausje voor mijn goed stuk vlees? Ik pak het boter. Ja. Dat doe ik in de pan. En dat laten we rustig zacht worden. Ik heb nu een half pakje boter gedaan. Ik heb het eventjes laten rusten. Ja. Nu zie je dat het in 2 delen is gescheiden. Ja. We halen nu het bovenste gedeelte eraf. En het onderste gedeelte, dat zijn de eiwitten. En dat wil je niet in je sausje hebben. Ja, dus je klaart eigenlijk de boter. Ja, klopt. Wij gebruiken die boter eigenlijk als een soort sausje zometeen. Maar stel nou, je wil je vlees insmeren met boter voordat je gaat grillen. Dan is het dus handig om die boter te klaren. Want die eiwitten die onderin het pannetje liggen, dat zijn de dingen die verbranden. Dus als dat weg is, dan kun je lekker de barbecue op hoog vuur zetten en dat vlees perfect grillen. Zo, en de laatste. En dan kunnen we de honing erbij doen. Oké. Okay. En dan gaat nu de vers gehakte dillen erbij. Oké. Okay. Nou, dan mengen we zo eventjes door. Kijken of die lekker is. Ja, top. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Nu ben ik wel benieuwd naar jouw sausje. Wat ik altijd heel lekker vind bij goed stuk vlees is een zelfgemaakte mayonaise. Ja. Nou, super simpel. Ik heb hier 2 eidooiers. Deze zijn op kamertemperatuur. En deze klop ik. Daar gaat wat mosterd bij. Ongeveer 1 eetlepel gladde mosterd. Snufje zout erbij. En dan gaat er druppelsgewijs zonnebloemolie bij. En als je ziet dat die ietsjes dikker aan het worden is, dan kun je wel wat nonchalanter, wat royaler zijn met de hoeveelheid olie die je erbij doet. Het is wel een spierballenklusje dit hoor. Zal ik het even overnemen dan? Ja, ga ik gieten. Nu ga ik hem op smaak brengen. Dat is jouw taak. Wat ik lekker vind is wat citroensap. En dan kun je natuurlijk ook nog op smaak brengen met verse kruiden. Ja. Denk aan basilicum of bieslook. Maar ik vind het zelf altijd heel lekker om verse dragon te gebruiken. Oh, top. Ik heb een lekker stukje bavette. Wat een mooi stuk. Ja, hij is al op kamertemperatuur gebracht. Het fijne van een bavette is dat hij maar 3 minuten per kant nodig heeft. Zo, dat ziet er goed uit. En dan moet hij 5 tot 10 minuutjes rusten, toch? Ja, zeker. Dan dus even wachten. Nou, hij heeft nu lekker een tijdje liggen rusten. Ik snij hem eerst door de helft. Zo, en dan ga ik hem nu tegen de draad insnijden. Heerlijk hoor. Hey, jij een beetje van mijn saus en ik een beetje van jouw saus? Ja, goed idee. Mmm, oh dat zoete. Dat werkt echt heel goed. Hè?
Oh, dit smaakt echt super goed. Maar volgende keer toch echt wel met de zon erbij, hoor. Ja, hè, dat mist nog. Nou. Lekker. Deze zijn bijna klaar. Nog niet helemaal natuurlijk, want er gaat straks ook nog geraspte kaas overheen. Maar dat ga ik zo meteen doen. Ik heb net natuurlijk laten zien hoe je mais kunt grillen. Rutger heeft net laten zien hoe je heerlijk vlees kunt grillen. Wat je ook nog kunt maken op de barbecue zijn groentespiesjes. Maar die zijn ook weer heel lekker bij deze soep. Dus dat laat ik ook even zien. Op zich is het natuurlijk vrij simpel. Je hebt gewoon 4 satéprikkers nodig. En dan zoveel mogelijk kleur. Dat is eigenlijk vooral de tip die ik je wil geven. Maakt niet zoveel uit wat je erop doet als het maar heel kleurrijk is. Want daar gaan ze er gewoon mooier van uitzien. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een leuk snackpaprikaatje. Wat natuurlijk ook altijd leuk is, zijn courgettelinten. En die kun je een beetje zo zigzaggen. Die kun je gewoon op de mandoline snijden. Beter dat dan met een mes, want dan krijg je ze niet zo mooi dun. Ja, lekker rode ui, altijd lekker op de barbecue. Worden ze natuurlijk gewoon een beetje zoet. Tomaatjes, ook leuk. Dus varieer gewoon zoveel mogelijk met kleur. Het hoeft ook allemaal niet super netjes of in een bepaalde volgorde erop. Ik knal het er eigenlijk altijd gewoon op. Hoe meer kleur, hoe leuker het eruit ziet. Nou, dat is toch leuk? Nou, en dat doe je dan nog 3 keer. En ook deze smeer je natuurlijk in met een beetje olie. En nu zijn ze natuurlijk heel basic, maar je kunt ze natuurlijk ook nog insmeren met een leuk specerijenmengsel. Ook weer een beetje Cajun kruiden zou natuurlijk ook lekker zijn. Pas alleen wel op dat het niet verbrandt als je het barbecue legt. Want specerijen verbranden natuurlijk altijd best wel snel. Dus je kunt ze misschien ook eerst grillen en dan bijna als ze klaar zijn nog eventjes wat smaakmakers eroverheen strooien. Dan gaat deze gezelligerts ook op de grillplaat. Ik word hier heel gelukkig van. Snap je dat? Kijk dan hoe leuk. Heel vrolijk. Heel vrolijk. Goed, door met de soep. Ik heb hier een grote soep aan staan. En ja, ik ga avocado soep maken. Dat betekent dus dat ik warm water ga toevoegen. Dit is gewoon uit de waterkoker. Ik heb hier 1,2 liter. En dat is niet voor niks, want je wil per persoon 300 milliliter soep serveren minimaal. Nou ja, en dat keer 4, dan kom je op 1,2 liter. Maar dan weet je in ieder geval als je een keer voor echt een hele grote groep mensen soep moet maken, hoeveel je moet aanhouden. Nou, deze breng ik even aan de kook. En daar gaan 2 groentebouillonblokjes in. Die laat ik gewoon even oplossen. Verder, voor de avocadosoep. Super simpel. Wat hebben we nodig? Avocados. Die snij ik eventjes open. En dan met een hoge maatbeker of zo pureer ze glad. Dus ik haal de pitten eruit. En dan schep ik het vruchtvlees met een lepel in de hoge maatbeker. Avocados worden natuurlijk snel bruin zodra ze in aanraking komen met zuurstof. Nou, de makkelijkste manier om dat te voorkomen, die ken je waarschijnlijk wel. Dat is namelijk door er gewoon wat citroen of limoensap aan toe te voegen. Dus dat doe je terwijl je hem pureert. Daar hebben we zo'n handig ding voor. Goed.
deze pureer ik glad met de staafmixer. Dan heb je natuurlijk heerlijke romige avocado puree. Die voeg ik toe aan de bouillon. En doordat je ze ook echt gepureerd hebt met limoen, zul je zien dat de soep ook echt mooi frisgroen blijft. Want dat wil je natuurlijk bij een avocado soep. En ik maak nu natuurlijk een warme soep, maar ook lekker als je deze soep helemaal laat afkoelen. Eigenlijk als een soort gazpacho, als koude avocado soep eet. Ook heerlijk hoor. Misschien een keer in de zomer, als het echt bloedheet is, dan zou ik hem gewoon lekker laten afkoelen. Dit roer je door. Dan moet je hem natuurlijk echt eventjes goed doorroeren, dat hij weer mooi glad is. En nu ziet het er natuurlijk niet super smaakvol uit, want het is een beetje klonterig. Maar in avocado zit natuurlijk behoorlijk wat vet. Dat moet even warm worden en dan smelt het lekker door die bouillon heen. De spiesjes, die draai ik even een keertje om. Gewoon met mijn handen. Kijk, mooi gegrild randje. En dan geef ik de maiskolf ook nog even een slinger. Bij dit leuke gerechtje wil ik ook nog een frisse kruidenolie maken. Dus je hebt straks een groene soep met een gekleurd spiesje erbij. Een lekker fris dressingje en een heerlijke kruidige kruidenolie. Is natuurlijk ook lekker. Ja, daar kun je gewoon van alles en nog wat gebruiken. Ik vind bij Mexicaans eten het zelf altijd wel lekker om frisse kruiden te gebruiken. Dus denk aan peterselie. Koriander is natuurlijk altijd lekker. Klein beetje. Beetje munt, ook fris. Je kunt ook de koriander weglaten als je er niet van houdt. En dan gewoon puur wat meer munt doen. Werkt ook heel goed. Maar gewoon als frisse tegenhanger van die toch wel echt romige soep. Dit snij ik even goed fijn met een scherp mes. En ik zeg snijden en dat is het ook. Je moet nooit te fanatiek hakken bij verse kruiden, want dan verlies je gewoon heel veel smaak. Dus pak je scherpste mes en ga er echt snijend doorheen. Dat je dat wat vaker doet, dat is niet erg. Maar ga niet met een bot mes lopen hakken. Misschien heb je het ook wel eens gezien, dan is je snijplank ook helemaal groen. En die smaak trekt dus ook in je snijplank in plaats van in je gerechtje. De kruiden gaan in een kom. Daar gaat een heel klein scheutje olijfolie bij. Gewoon extra vierge. En nog wat limoensap, ook lekker. Een heel klein beetje zout. En als je dit dan doorroert, dan heb je eigenlijk een soort Mexicaanse gremolata. Gremolata is een Italiaans kruidenmengsel wat vaak met citroen en peterselie wordt gemaakt. Maar dat lijkt heel erg hierop. Dan, de maiskolf haal ik eventjes uit de pan. Want die kunnen een klein beetje afkoelen alvast. En wat ik net al vertelde, ik heb natuurlijk nachos. En nachos met kaas in dit geval. Dus ik haal ze even naar me toe. Want deze gaan nog een keer de oven in. Ja, ja. En dan met flink wat geraste kaas eroverheen. En als je misschien het leuk vindt om ze in een grote ovenschaal op tafel te serveren in een grote schaal, dan is dit wel even het moment dat je ze moet overscheppen. Maar ik ga het zo meteen bij het bordje erbij leggen. Dus het zakje kaas gaat eroverheen. En dan zo, huppatee, de oven in. Dan heb ik nog een klein beetje extra groente. Want ik heb hier nog 3 paprika's. Deze snij ik in blokjes. En die bak ik op in een grote koekenpan. Gewoon om ze net even ietsje zachter te krijgen.
klein beetje olie in de pan. En daar gaan de blokjes paprika in. Grillplaat kan ook uit. En dan heb ik hier nog twee maiskolven. Hier wil ik natuurlijk voor 4 personen eten van maken. Die maiskorrels kun je er natuurlijk gewoon prima afsnijden. En dan lekker als garnering voor de soep. Gewoon elke keer een kwartslag draaien. Goed. Nacho chips er nog uit. Kijk dan. Lekker. Alles moet nog eventjes hier een klein beetje opbakken. Ik ga jullie vast vertellen wat we morgen gaan doen bij Wat Eten We. Ik ga namelijk gnocchi maken met boontjes en brie. Knapperig gebakken gnocchi. Daarbij komt een romige kaassaus met brie. Lekker verschillende boontjes. Ik heb tuinerwten, ik heb snijbonen. En verder maak ik ook nog crispy brie fingers. Dus als je gek bent op brie, zou ik morgen zeker kijken. Maar dat is morgen. Nu een lekker groen avocado soepje. Kijk, die avocado is helemaal door die bouillon heen gesmolten. Dus het ziet er lekker uit. En dan dit eventjes opvrolijken met een heleboel verschillende toppings. Ik heb natuurlijk de gebakken paprika. De verschillende dressingjes. En dan begint er als eerst even met de mais. Een paar korreltjes. Kruidenolie. De frisse limoenroom. Hierbij lekkere kazige nacho's. Ik leg er gewoon een stuk bij. En als laatste een kleurrijk gegrild spiesje. Nou, je gaat mij niet vertellen dat je dit een saai soepje vindt. Ik vind het er prachtig uitzien. Heerlijke romige soep, frisse kruidenolie, limoenroom, lekker wat groentjes erin. Hier nog meer groenten en deze. Daar wil je er wel elk weekend een paar van eten. Ik zou zeggen, maak hem een keertje. Eet smakelijk!